Goedemorgen lieve mensen en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video hier op Quinca. We lopen hier weer door het mooie Schoonhoven heen en het is echt heel vroeg. Het is 4:15 in de ochtend en ik heb vandaag een van de allereerste diensten die vandaag uitrijden vanuit Stad en Krimpen. Het wordt een leuke dag. Ik ga je vandaag meenemen. Ik heb weer onderrijdbeelden voor jullie, dus blijf vooral kijken. Maar kijk even hoe mooi het is jongens. Schoonhoven blijft echt mooi. Voor de mensen die het nog niet wisten, ik heb hier eerst ook al gewoond, van 2020 tot 2022. En altijd naar mijn zin gehad hier, dus het blijft altijd leuk om hier weer terug te zijn. Nog steeds bizar hoe groot het kanaal groeit jongens. Want echt, ik blijf het zeggen, 550, bijna de 5555. Helemaal gek jongens, echt waar, toppers. Kijk, ik film normaal gezien niet waar ik woon en dat soort dingen. Maar hier heb ik wel eerst gewoond. En dat is boven de Kruidvat, dat huis daar. Misschien kan je het een beetje zien, zo. Daar woonde ik eerst. Maar daar ben ik verhuisd. Ik hoef niet eens meer te zeggen waarom. Voor de mensen die dit al jaren kijken, die weten waarom. Ik ga er niet eens meer wat over zeggen. Maar ik loop nu richting de auto en dan ga ik richting de zaak rijden. Want ik ga me even klaarmaken voor deze dienst. En het wordt niet heel bijzonder, een ritje Den Haag. Maar die heb je nog nooit gezien, althans in zijn compleetheid. En die komt binnenkort ook in zijn compleetheid online. Alleen het ding is een beetje, ik begin de rit halverwege. Althans halverwege, ik begin hem in Capelle. En normaal gezien begint hij op Capellse Brug. Dus ja, ik moet hier een keer helemaal gaan opnemen. Maar ik denk, ik neem jullie maar gewoon even mee op wat we nu hebben. Ben je al niet geabonneerd, doe het nu. En like op de video en dan gaan we beginnen. Zo, mijn auto staat ook weer klaar. Ik heb trouwens mijn logo's heb ik zwart geverfd. Echt super dik. Met hulpje van, een maatje van me. Die heeft heel mooi afgewerkt, dus ik ben echt daar heel blij mee. En we gaan nu echt vertrekken, want jongens, ik heb spierpijn met deze camera. Wel lachen, want als ik ga vloggen, moet ik altijd een hele set op meenemen en die is zo zwaar. Maar ja, weet je, dat heb ik gewoon over jullie. Zo, nou gaan we ons maar klaarmaken. Voor de mensen die zich afvragen, ik film met een Sony A7 Alpha 3, heb ik begrepen. Ik ben heel even de naam specifiek kwijt, maar dit is echt een hele goede camera. En ik ben ook super blij mee dat ik hem heb, want dit heeft echt de vlogs geüpgrade qua niveau. Dus daar ben ik heel blij mee. En ja, weet je, de telefoon, je ziet het maar, hij begon een beetje kapot te raken. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Dus ja, en dit... Jongens, dit zijn dus ook van die struggles die altijd behind the scenes gebeuren. Dan gaat die camera of die houder alles rotter dan weer af, weet je wel. En dan heb je er helemaal geen tijd voor om dat weer netjes te gaan maken. Want dan moet je een beetje haasten. Nou, gelukkig heb ik nu geen haast. Dus kijk, doe ik op in de houder. Ja, mooi. Het is letterlijk 4:18. Dan doe ik gewoon 5 minuten om dit stuk te lopen. Want parkeren in Schoonhoven, 10 minuten om te lopen trouwens, maar parkeren in Schoonhoven is echt een hel. Dus ja, dat is de enige nadeel hier, maar voor de rest moet het allemaal goed komen. We gaan naar de zaak. Terwijl de uitrijddienst wat bussen aan het verplaatsen is, is dit mijn bus voor vandaag, de 8790. En deze bus rijdt echt lekker, dus daar ben ik echt wel blij mee. Dus die neem ik nu lekker mee richting Den Haag. Ik ga even de camera instellen en de bus aanzetten en dan zijn we klaar om te gaan. Het valt me trouwens op dat die bus meteen op lucht is, jongens. Meestal in de ochtend blijft hij nog even na piepen. Omdat hij dan nog op lucht moet komen. Maar deze bus is gewoon al op lucht. Dus dit is gewoon een goed teken. Dit wordt gewoon een hele chille dienst. Ik voel het. Ik voel het aan. Of ik moet trouwens geen dingen gaan jinxen voordat het daar echt misgaat. Maar ik heb gewoon het gevoel dat het helemaal goed gekomen vandaag. 100%. Ga ik ook nog even de verlichting even testen. Kijk, alles doet het, jongens. Heerlijk. Kijk, hier worden we vrolijk van. Het scherm gaat zo meteen aan, dat is nu aan het opstarten, dus ja, we zijn helemaal ready jongens, let's go. Oh, en dit is de bus waar toen die auto bij mij achterin was gereden en ze hebben dit heel mooi opgelost. Ik kan het nu niet filmen, maar de achterkant is nu helemaal weer gloedje nieuw. Dus ja, deze bus heeft een soort van ja, facelift gehad in de background. Maar ja, dat was deze, de 8851, wat een leven.
Mars. Ik had het al gejinxed. Ik had het toch zo gezegd. Het is gebeurd. Dit wordt gewoon een hele chille dienst. Ik voel het. Ik kom er dus nu achter. Ik zit dus echt overal te zoeken naar mijn GoPro. Maar die heb ik gewoon letterlijk niet bij me. Hoe dan? Ligt die thuis? Ligt die in mijn auto? Hè? Jongens, ik heb mijn hoofd niet bij als het zo vroeg is. Het spijt me oprecht. Sorry jongens. Oké. Ik weet het goed gemaakt. Morgen. Dat is voor jullie woensdag. Nou, dan is de vlog online. Deze vlog online. Voor zaterdag krijgen jullie een video met allemaal leuke beelden vanuit een Volvo. Want ik ga morgen met een Volvo rijden. Waar ga ik nog even niet vertellen, dat is wel even leuk. Maar dan neem ik de GoPro echt 100% mee, jongens. Het spijt me oprecht. Ik dacht dus echt dat ik hem in mijn tas had gedaan. Maar ik denk dat hij nog ergens op tafel ligt. Althans, dat hoop ik, dat ik hem niet kwijt ben geraakt of zo. Oh, dit is echt balen. Ja. Oh, dit is echt balen. Nou ja, mensen, in ieder geval, deze vlog is geen rijbeelden. Het spijt me oprecht, ik vind het echt niet leuk, maar... ja. Ja, sorry. Oh. Het is gebeurd. Hoe kon Kika dit nou doen? Hij is alweer zijn camera vergeten. Het spijt hem zo. Waar is mijn camera? Sorry, dit moest ik heel even doen. Want ja, ik moet nu wel je content gaan bedenken voor vandaag. Had ik niet over nagedacht, omdat ik mijn camera ben vergeten. Mijn GoPro, hoe dom. Oh. Ik moet trouwens ook echt een keer met zo'n headstrap gaan rijden, weet je. Dan doe ik gewoon headstrap op mijn hoofd. En dan ga ik ook rijden. Super ongemakkelijk, maar ik ga het wel een keer doen, denk ik. Wat dom, sorry. Wauw, die lucht jongens. Echt prachtig. Ik baalde echt van dat ik die GoPro niet heb. Want dan had je die mooie zonsopgang kunnen zien. Nou, ik hoop dat het morgen net zo mooi wordt, want dan heb ik natuurlijk ook wel mooie lijntjes om te rijden. Maar ja, het is echt prachtig dit. Echt mooi. Geweldig. Ik hou echt van dit weer, weet je. Als je dat dan lekker dat zonsopgangetje ziet komen, vind ik veel beter dan de wind. Want in de wind is het allemaal zo depressief donker, nog tot 8:30 of zo. En nu is het al lekker licht. En het is nu 10:55, hè, besef. Ja, ja, ja. Oh, oh, Den Haag. Mooie stad achter de duinen. Ja, lieve mensen, we staan op Den Haag Centraal en ik sta hier met één Q-liner en voor de rest allemaal Flixbussen, want je kan hier met een Flixbus reizen. Oh, nou, daar komt ook nog een EBS aan. Maar het is lekker vroeg, het is 6:15 en het station begint te ontwaken. Het wordt ochtend en iedereen is zich klaarmaken om naar zijn werk te gaan. Nou ben ik natuurlijk al een tijdje op mijn werk, maar het is altijd leuk om te zien dat die mensen dan al een beetje aan het opstarten zijn, weet je wel. En dat ze allemaal lekker op pad gaan. De ene gaat naar Duinrel, de andere gaat naar Drievliet, de andere gaat naar huis, de andere gaat werken. Misschien iemand die naar een feestje gaat, of misschien iemand naar een begrafenis. Ja, weet je, dat soort dingen. Het is echt heel verrassend publiek. En dat kan je leuk van tevoren weten. En ik heb het al vaker in de vlogs gezegd. Deze bussen worden binnenkort vervangen door AC Taro's. En ik heb daar een foto van. Echt oprecht hele mooie bussen. Een hele mooie upgrade voor Den Haag. Dus ik ben heel blij voor hun. Voor alle chauffeurs ook dat ze die bussen krijgen. Super luxe. Ik hoop dat wij die ook gaan krijgen. Want ik krijg heel vaak de vraag over de Van Hols. Nou, ik heb het idee. Dat denk ik zelf. Ik heb geen idee dat het niet doorgaat. Maar dat is nog even afwachten tot we nadere informatie hebben. Ja, ik zou het wel jammer vinden, maar ik bedoel, er komt vast weer iets anders moois voor in de plaats. Maar dat wou ik nog even zeggen.
Ik ben benieuwd. Maar die E-Citaro's, dat is echt heel dik. En in Groningen hebben ze ook een E-Citaro geleden. En ja, het zijn gewoon hartstikke mooie bussen. Het werkt prima. Dus ik hoop eigenlijk dat ze die ook voor Zuid-Holland-Noord gaan bestellen. Let's hope. En terwijl ik hier nog lekker van mijn pauze aan het genieten ben, wou ik nog even het scherm laten zien. Want dit kan ik wel laten zien. Je ziet daar in het midden, zie je een melding. Leidendorp, Hoogmadenseweg, afgesloten, rijden via Willem-Alexanderlaan. Nou, dit soort berichtjes krijg je eigenlijk vrij regelmatig in je scherm. En dat komt dus omdat er, ja, desondanks dat alles een goede aangifte, dat kan nog wel eens gebeuren dat er ineens een omleiding ontstaat. En op deze manier ziet elke chauffeur in heel Zuid-Holland-Noord, dus ook Krimpen, Alphen, Gouda, Lisse, Leiden, zien allemaal dit bericht. En dat is gewoon puur zodat alle chauffeurs geïnformeerd zijn van mocht je daar dus rijden vandaag, dat er dus een omleiding is tot 4 uur. Hier komen dus ook vermissingsberichten in. Nou ja, dat heb ik natuurlijk al een keer verteld. En ook ongevallen of als iets afgesloten is of dat er bijvoorbeeld iets van een lekkage is. Dat je bus moet controleren, dat gebeurt ook nog wel eens. En ja, dat wou ik toch gewoon even nog duidelijk maken aan jullie. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is zo. Dit station van Den Haag Centraal is eigenlijk helemaal niet meer te herkennen, joh. Toen ik hier voor het eerst kwam met de bus, want ik rijd nu sinds 2019, januari 2019. En toen kwam ik hier aan en het was het station zo anders. Was het allemaal de oude situatie en allemaal heel krap en heel lastig. Vooral met die Volvo's, want we rijden eigenlijk alleen maar Volvo hier toen. De reden dat we nu met een VDL rijden is omdat we in Capelle hebben, dat wou ik dus vandaag laten zien, helaas, omdat ik dom ben, mijn GoPro heb vergeten. Hebben rotondes, die zijn heel, heel erg krap. En die kan je met een 13 meter eigenlijk gewoon net niet maken. Althans, je moet echt heel veel sturen. Ja, dat is gewoon vraag om ellende met je schouders. Maar buiten dat, reden we dus altijd met een 13 meters. En dat mis ik op zich wel. Oprecht mis ik dat wel. Niet op zich, oprecht mis ik het. Want het waren zulke lekkere bussen. Dus daarom ben ik blij dat ik af en toe nog wel eens op een andere stalling kan rijden. Waar je ook met die bussen kan rijden. En dat is morgen dus. En dan ga ik ook met zo'n Volvo rijden. En dan neem ik jullie gewoon wel mee. Alleen voor jullie morgen is zaterdag. Dus zaterdag komt er een video online dat ik met een Volvo rijd met GoPro. En die ga ik niet vergeten. Ik geloof die ga ik echt gewoon alvast in mijn tas stoppen als ik zo meteen thuis kom. Dan weet je dat een beetje. Maar in ieder geval, Den Haag is het trouwens niet meer te herkennen zoals het eerst was. Het is allemaal zoveel ruimer en zoveel overzichtelijker geworden. Het is wel echt 10 keer beter dit. Het is echt een upgrade. Geen grap. En waarschijnlijk over een paar jaar kijken we deze video. En dan zie je dus die oude HTM gasbussen nog rijden. Dat is toch bizar eigenlijk, dat we over 5-6 jaar dit beeld gewoon niet meer hebben. Zo, even wel lekker gas erin. Zo zie ik het graag. We zijn weer op de Kapelse brug. En ik heb uitzicht op de tulp. Maar dat ik achterin zit, heeft een reden. Ik ga namelijk even een dutje doen achterin de bus. Dat doe ik wel eens vaker. Als ik een hele vroege heb en ik ben best wel moe, dan wil ik nog even 20 minuten liggen en dan heb ik weer een beetje power. Want dat heb je soms wel, jongens, als je buschauffeur wordt of bent. Dan heb je soms momenten dat je denkt bij jezelf van, weet je, dan heb je dat, hoort gewoon bij. Dus dan los ik het gewoon op, lekker mijn pauze nu even lekker 20 minuten te liggen, want ik heb een half uurtje pauze. En dan de laatste 10 minuten kan ik weer opstarten. Dat hoort erbij, jongens. Dus ik ga nu lekker even mijn ogen zitten doen. En ik lig dan meestal gewoon een beetje achterin. Ik heb wel 2 dingen bij, want ik vind het wel een beetje vies om in mijn hoofd hier op te liggen, zeg maar. Maar ik heb een iets waar ik op kan liggen en dan lig ik weer prima. Dus dat ga ik even doen. Dus jongens, wel rusten. Ik spreek jullie zo. We zijn 2 uur verder. En nee, jongens, ik heb niet 2 uur geslapen. Ik heb ondertussen gewoon weer een ritje gereden. Maar ik wou nog even wat reacties met jullie doornemen. Wat leuks is even kijken. Ik heb hier een reactie van Isaac P1289. Die zien we vaak op het kanaal voorbij komen. Superleuk. Die vraagt: wanneer krijgen de Airnetbussen een nieuw logo? Dat gaat niet meer gebeuren. Althans bij Arriva niet meer. Want het is gewoon 15 december is het over. Dus dan gaan de bussen weg. Dus waarom zou je daar nu voor moeten investeren? De nieuwe Qbus bussen krijgen wel gewoon Qbus logo, lijkt mij. Maar ja, dat dus. Alsjeblieft. We hebben nog een vraag van Nadine Roseman, 6535. En die zegt: Quincy, moet jullie in de stalling ook je melden door een handtekening te zetten? Nou, we hebben geen handtekening. Wij melden ons aan met ons inmeldcomputer. En dan tik je gewoon je dienstnummer in en je chauffeursnummer. En dan is het goed. Dan ben je ingemeld. En als je dat niet doet, word je dus gebeld door de verkeerslijn. Als de tijd verstreken is dat je moet opstappen. En dan zegt de verkeerslijn van: hey, waar ben jij? En dan zeg je: oh, ik ben vergeten in te melden. Of je zegt: ik ben ziek. Of ik ben ziek niet meer. Of ik ben te laat. Dat is expres. Want je wordt altijd gebeld als je te laat bent. Dat is misschien ook wel iets leuks. Ik heb namelijk een keer gehad, dat is ook in de vlog te zien, was ik verslapen op een dienst. Nou, dat kan echt niet, jongens.
Maar dat kan altijd gebeuren. En dan word je gelijk gebeld door de verkeerslijn van, waar ben jij? Nou, ik was toen nog in bed. Kan gebeuren. En nog een vraag van Mr. Cookie123, leuke naam. Die zegt, Quinka, waarom hoef je in een bus die ook over provinciale wegen rijden geen gordel te dragen? Ik weet niet waarom dat is op deze bus. Ja, sowieso omdat die 85 gaan, dan heb je gewoon geen gordel nodig. Maar in de nieuwe bussen zit dan wel weer een gordel bij ons, als het goed is. Als ik het goed heb gelezen, staat op de site. Ik weet niet waarom dat toen, ik weet niet waarom dat nu wel moet en toen niet. Maar ik denk dat het gewoon puur een veiligheidsdingetje is. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk gewoon dat er nieuwe normen zijn, dus dan is er een nieuwe regel. Dus voor nu nog niet, maar eind dit jaar wel. Dan weet je dat. En de laatste reactie die ik ga meenemen is van Denise Heeman. En die zegt, ik zag je in Drievliet. Ja, dat klopt, want daar werk ik ook af en toe nog wel eens. Dus dat is leuk als je me daar wel nog een keer spot. Mag je me altijd aanspreken hoor, superleuk. Butterkoekje zegt Stinka. Daar hou ik van. Sorry. Jongens, we gaan weer rijden. We gaan richting Utrecht. En ja, die heb je natuurlijk al zo vaak gezien. Het leuke is, binnenkort komen er weer andere stallingen aan. Dus dan ga je wat meer verschillende plekken zien. Want jullie zitten eigenlijk altijd op de Kapelse Brug met mij. Het is mijn homebase. Dus ik ben hier heel vaak. Maar het besef me nog steeds niet. Of het besef is nog steeds niet bij mij binnen. Dat ik nog steeds gewoon die vlogs kan door blijven maken. En dat ik niet uit de content raak. Ik heb altijd wat te vertellen. En zo zie je maar weer, het leven van een buschauffeur is elke dag anders. Ik kan elke dag... Ja, weet je, het is natuurlijk wel zo. Sommige dagen heb je wel dat een beetje op elkaar lijkt, maar nog zit er verschil in. Ik heb nog geen één dag gehad dat het echt exact hetzelfde was. Dat is echt bizar. Dus ja, ik vermaak me wel zo. Ik doe het al bijna 6 jaar. Dus ik ben echt super blij. En ja, ik kan niet wachten tot de toekomst. Wat de toekomst gaat brengen natuurlijk. Ook met dit kanaal. Want als het echt helemaal gaat groeien, ik weet echt niet hoe ik het allemaal moet oplossen. Hoe ik het ga doen. Ik weet het niet, jongens. Misschien moet ik wel een bedrijf gaan starten om alles een beetje op goede banen te leiden. Ik heb geen idee, jongens. Maar ja, dat gaat helemaal goed komen natuurlijk. Ik ga nog even lekker achterin zitten, want ik heb nog heel veel pauze. En dan ga ik zo richting Utrecht. En ja, als er nog wat iets bijzonders gebeurt, dan staan jullie er zo bij. Je weet het hè jongens, 1 knipje en jullie zijn er. Ik heb toch maar weer een kaasstengel gehaald jongens. Het spijt me. Ik had nog zo beloofd dat ik niks zou halen, maar ik heb het toch gedaan. Nou ja, maakt het niet uit. We zijn weer op Utrecht en we gaan weer richting de stalling. Let's go! Stadsbus Valhalla. Vonden jullie dit een leuke video? Doe allemaal een blauw duimpje omhoog. Abonneer op Quinka. En dan zie ik je bij de volgende video weer. En je weet hoe het gaat, jongens. Er komt weer een AI-nummer aan. AI. Wat is het toch weer fijn. En de volgende video echt ritbeeld, jongens. Geen zorgen. Komt allemaal goed. Tot de volgende. Doei! Het was weer een vlog van Quinka. Hopelijk vonden jullie het leuk. Quinka vergeet soms nog wel eens iets. Maar in de volgende vlog is dat niets. Hey, kijk, daar komt Quinka. Comment.